Rutger Peters van Ginzy ken ik al heel lang. Hij zit al een paar jaar in het onderwijs. En iedereen kent hem dat de smartboards in het basisonderwijs van hem zijn. 2 jaar geleden heeft hij een iPad met allerlei software voor leerlingen geïntroduceerd. Eens kijken hoe het erbij staat. De stand begint met een mooie brug van Parnassus naar de Ginzy. Een bak met mensen. En een tevreden kijkende Rutger. Eerst even jouw business. Ginzy, die is vooral bekend vanwege die smartboards. Hè? Daar zit allerlei onderwijs op. Hoeveel van de basisscholen gebruiken dan? 2 op de 3 Nederlandse basisscholen werken met de Ginzy Digibord software. En als ik zo'n Digibord software wil hebben met allerlei methodes erbij, wat betaal ik dan per board per jaar? Slechts €110 per klaslokaal per jaar. Maar jij bent dus aan het uitbreiden naar de leerlingen toe. Van hoeveel van die leerlingen gebruiken nou die oefensoftware bij die smartboard? Nou, we zijn begonnen met oefensoftware echt aanvullend op de methodes die al gebruikt worden in klaslokalen. Dat zijn ongeveer 700.000 kinderen die dat gebruiken. Dat kost niks, hè, geloof ik, voor ze. Niks, dat is inclusief de klaslicentie die ze al hebben. Maar je bent dan 2 jaar geleden ben je echt begonnen met software die echt helpt om te leren en ook om te oefenen. Wat was daar anders aan? Precies, nou, die is daadwerkelijk adaptief. Hè? Dus dat betekent dat je weliswaar op basis van je methode die je al gebruikt, de verwerking ervan volledig digitaal kan doen en adaptief. Dus dat kinderen continu op hun eigen niveau aan het leren zijn in plaats van allemaal op hetzelfde niveau. De leerlijnen kunnen gewoon uit elkaar lopen en de leraar houdt overzicht en dat soort dingen. En wat kostte dat? Dat kost €30 per leerling per jaar. Hoeveel van die kinderen heb je daar nu zeg maar op gekregen? We hebben zo'n 100.000 kinderen die dagelijks actief zijn in de verwerkingssoftware. Daar heb je weer een laag in. Een hoeveelheid is gratis tot een bepaald niveau. Hoe heb je dat er gedaan? Ja, ik ga niet vertellen hoeveel daarvan betaald en gratis zijn. Maar wat we daarin zien is dat leerkrachten initieel natuurlijk de software uitproberen. Om te kijken, doet het wat het belooft. En dat na verloop van tijd ze daarvoor gaan betalen. Dus Okay. Als op een gegeven moment een bepaald niveau van gebruik wordt bereikt, dan gaan ze daarvoor betalen die €30, zeg maar. Okay. Hey, nu is die samenwerking met Parnassus. Ja, fantastisch. De belofte. Is die samenwerking precies? De samenwerking komt er eigenlijk op neer dat al die digitale verwerking die plaatsvindt in ons product, dat die ook automatisch de resultaten daarvan naar het administratiesysteem van Parnassus gaat. Waardoor we dus voor het leven voor leerkrachten heel makkelijk maken. Hè? Veel minder tijd kost. De overzichten worden gecreëerd. Maar zij zijn ook een zakelijke partner van jou? Zeker. Dus zij zijn ook samen hier gewoon, daarom is het ook zitten naast elkaar en zijn beide bezig van. Hey, hoe gaat het met de digitalisering van het Nederlandse basisonderwijs? Heel goed, moet ik zeggen. Wij zijn ook in Amerika actief, dus we kunnen Amerika mooi vergelijken met Nederland. Maar Nederland loopt ongelooflijk voorop en het gaat ook steeds sneller. Dus Nederland loopt voorop met onderwijs, in digitaal onderwijs? Zeker, zeker. En het gaat ook steeds sneller. Dus het heeft lang geduurd. Ik denk dat iedereen met me eens is dat het even op zich even laten wachten. Maar het gaat nu hard. Jullie bereiken nu 1 miljoen leerlingen, zeg maar, van dat basisonderwijs en Parnassus eigenlijk ook. Van die hele adaptieve, zeg maar, revolutie, waardoor de leerlijnen uit elkaar kunnen lopen. Waar staan we over 5 jaar als je dat ziet, hoe snel dat nu groeit? Ja, ik denk dat dan over 5 jaar dat echt het merendeel van de markt is overgestapt. Okay, dus dat gaat nu echt ook. De leraren staan er open voor, de schoolbesturen. Het komt ook steeds meer als ICT komt ook steeds meer in het curriculum, hebben ze gezegd. Nou, wat je zegt, leraren zijn daar natuurlijk kritiek in. Hè? Dus een belangrijk deel van wat wij doen is leraren ondersteunen, daadwerkelijk, hè, met telefonische en trainingen, om ze daarbij te helpen. Want die ondersteuning is natuurlijk wel nodig. Je kan ze niet van ze verwachten dat ze van de een op de andere dag volledig. Nee, maar het ging altijd heel langzaam, maar het accelereert. Hey, hoeveel mensen hebben jullie werken bij Ginzy? 60. Mensen. Dankjewel, Rutger. Ga ik nu even een demo krijgen. Goed, Ginzy is dus zo begonnen met allemaal opgaven voor, allemaal mogelijkheden voor de leraar om alles een beetje uit te leggen. De wereld is continu in verandering. Ook het onderwijs. De grootste innovatie in het onderwijs van de laatste eeuw is het digitale schoolbord. De mogelijkheden met het digibord zijn eindeloos. En leerkrachten zijn razend enthousiast. Maar vinden het gebruik ook lastig. Daarom willen leerkrachten oplossingen die het lesgeven met het digibord makkelijker en de lessen kwalitatief beter maken. Met Ginzy iPads krijgt ieder kind zijn eigen iPad met adaptieve software van Ginzy voor digitale verwerking van de leerstof. Alles sluit naadloos aan op de vertrouwde methode, maar je hebt geen oefenboekjes meer nodig. Door Ginzy iPads wordt gepersonaliseerd leren bij jou op school realiteit. Nakijken,
hoeft niet meer, waardoor de leerkracht veel meer tijd heeft voor persoonlijke begeleiding. De software is adaptief, waardoor de leerling zijn eigen route volgt door de leerstof. Maar je kan als leerkracht ook besluiten om die adaptiviteit te verminderen of juist helemaal niet te gebruiken. Je bepaalt als leerkracht dus zelf in welke mate je de methode gebruikt. Want Ginzi gelooft dat de leerkracht de regie moet voeren. Dat was Ginzi, die lekker stevig tegenaan gaat. Ze hebben 100.000 leerlingen. Daarvan zitten er 50.000 die nu betaald worden, die dus echt veel gebruiken. Nou, er zijn 1,5 miljoen leerlingen in het basisonderwijs. Dus wat dat betreft is het wel... begint het echt te komen en horen we dat er gewoon meer. De leraren staan er open voor, de tools zijn er op dit ogenblik beschikbaar. €30 per leerling is natuurlijk niet echt veel. De hele tent heeft 60 mensen, die doet misschien €10 miljoen in omzet. Veel minder dan de papieren boeken. En ik hoop dat die tools echt veel en veel beter gaan worden, heel snel.